Een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Of althans, ik zeg wel morgen, maar dat is het niet meer. Dat gebeurt wel vaker, dat ik heel vaak begin met goedemorgen. Het is bijna, hoe laat is het, 4:30 geweest. Ik heb gisteren echt een super leuke Koningsdag gehad. Echt heel leuk, erg genoten. Leuke muziek, leuke mensen. Ik ben wel heel erg moe. Ik heb ook echt pijn aan mijn voeten en mijn rug en alles. Dus ik heb even lekker lang in bed gelegen vandaag. Net mijn koffer ingepakt, gedoucht, mijn haar gewassen, want het stonk echt vreselijk. En ik sta nu op het punt om naar de bus te gaan naar Julianendorp. Ik zie dat mijn camera ook bijna leeg is. Dus ik moet even snel zijn. Ik moet überhaupt snel zijn, want ik heb weer een beetje haast. Maar goed, ik had net nog mijn voorste plukjes weer gekruld. En mijn krulten is nu nog aan het afkoelen en die wil ik mee in mijn koffer. Dus ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen eigenlijk. Ik hoop dat die snel afkoelt, want ik moet zo naar de bus toe lopen. Maar goed, het is vandaag donderdag trouwens. Ik begin mijn week van vandaag op donderdag, aangezien Koningsdag op woensdag viel. En ik wilde die nog meenemen met de vorige weekvlog. Dus vandaar. Dit weekend ga ik naar huis. Morgen heb ik een lunch van mijn tante, die is jarig geweest. En dan ga ik werken 's avonds. En voor de rest van het weekend weet ik het nog niet echt. En ik heb mijn vakantie een weekje, dus dat is ook wel lekker. Dus ik weet niet wat mij deze week gaat brengen. Ik ga in ieder geval nog even opschieten. Laat spulletjes pakken en dan zo richting de bus toe. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik ben gisteren bij mijn ouders aangekomen. Storm, kom dan. Kom. Ik ga mijn hond uitlaten, want we gaan zo meteen richting... Ik denk, wat staat daar nou? Mijn auto's aan het opladen. Het klepje stond heel gek open. Goed, even afgeleid. We gaan zo meteen naar Bergen toe. Mijn tante die is jarig geweest en we hebben daar een lunch. Ik heb mijn haar weer even gedaan. Ik ga trouwens binnenkort naar Elisa toe, naar de kapper. Even te verven. Maar goed, het is vandaag vrijdag. Zometeen gezellig daar lunchen. En dan als ik terug ben, meteen door naar werk. Ik moet weer werken van 6 tot 11. En dan ga ik verder het weekend niet zoveel doen. Morgen even naar Mout toe. Ik moet nog wat werken, teksten schrijven. En ik wil het een en ander even kijken. Ik moet nog Keeping Up with the Kardashians kijken. En nog een paar andere dingen. Ik heb, ik weet niet of je het goed kan zien, een witte broek aan van Naked. Ja, een soort van truitje heb ik even omhoog gedaan. Wat is dat van die rare dingen? Oh, dat zijn de bakken. Truitje van Peppercorn en mijn blazer ook van Naked. Zo. En ik heb mijn New Balance aan. Lekker een crème outfit. Ik had trouwens hier een hele mooie tas. Deze heb ik ooit van de Little Queen meegekregen. Hij is van Mr. Miara. Deze is ook super mooi, dus die past heel mooi bij mijn outfit. Is helemaal leuk. En Storm is er ook, hè? Storm? Ja, die was gisteren helemaal blij dat ik er weer was. Maar ik ga Storm nu even uitlaten. En dan rijden mijn moeder en ik straks naar mijn tante en mijn nicht toe. En dan rijden we met elkaar naar Bergen toe. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik sta op het punt om naar Mout toe te gaan. Ik zal er even appen dat ik onderweg ga. Ik ga met Mout lunchen. Oké, ik ga met Mout lunchen. Even gezellig. Ik zal die even neerzetten. Hopelijk blijven jullie staan. Nee, ik ben dus nog naar Mout. Of in ieder geval, ik ga nu onderweg. Ik ga met haar lunchen bij... Laten we nog even kijken waar. Gisteren was een superleuke dag. Met mijn nichtjes en mijn tante en mijn moeder en zo en al haar andere vriendinnen. Mijn tante die was jarig. En we hebben lekker geluncht. Daarna ben ik... naar huis gegaan met mijn moeder en
moest ik werken 's avonds van 6 tot 11. Dus dat was ook prima. Het was gewoon een lekker rustig avondje weer. Mijn ouders zijn nu in Leeuwarden in mijn appartement. En ik ga morgen weer terug. Dus even lekker een weekendje zo. Volgend weekend en het weekend daarna. Dan, ja, dit gaat dus de hele tijd zo. Volgend weekend en het weekend daarna ben ik in Leeuwarden zelf. Het weekend. Dan heb ik even niks hier in Julianendorp. Dus dat is ook wel even lekker. Ik ben al een paar weekenden niet geweest. Maar goed, ik ga even doorrijden, want jullie vallen toch de hele tijd om. En dan zal ik zo wel even filmen waar we gaan lunchen. Erbij, denk ik. Kom maar. Kom. Maar goed, het was gezellig met Maud. We hebben lekker geluncht. Het was best wel erg druk in de stad eigenlijk. Had ik niet verwacht. Maar het is natuurlijk mijn vakantie, dus ook wel een beetje logisch. Ik ga nu even een klein stukje van deze vlog editen. Kijken wat ik al heb. Het is natuurlijk wel zo dat ik vakantie heb. Ik kan niet heel veel doen. Ik weet niet of deze vlog heel denderend gaat worden. Maar ik heb als goed wel een pakketje in Leeuwarden liggen van Stronger, dacht ik. Met allemaal sportsetjes. Dus die wil ik even laten zien morgen als ik weer terug ga. Dat is wel heel erg leuk. Dan zal ik het ook even aantrekken en zo en laten zien. Als dat allemaal lukt. Dus dan wordt de vlog weer iets langer, hoop ik. En mijn moeder had eten voor me gemaakt gisteren al. Ik had volgens mij gewoon nasi. Dus dat ga ik lekker eten zometeen. Het is pas 4:15, dus dat ga ik nu nog niet doen. Ik wil nu even, Married at First Sight afkijken. Was ik vanmorgen al mee begonnen. Ik had toevallig 2 afleveringen gemist. En eigenlijk moet ik ook nog Expeditie Robinson verder kijken. Heb ik ook echt al 3 weken niet gezien. Maar op de een of andere manier vind ik dat een beetje saai worden of zo. Dus heb ik niet echt zin om naar te kijken. Maar goed. Genoeg om te kijken in ieder geval. Ik denk dat ik ook weer even een proefabonnement ga nemen van Discovery Plus. Want ik wilde ook nog iets zien daarop. Volgens mij kan ik dan 7 dagen gratis kijken en daarna annuleer ik hem weer. Dus ja, dat is een beetje mijn zaterdag. Morgen word ik opgehaald rond 10:00 door mijn nichtje. Zij komt uit Maastricht. Of tenminste, ze woont in Maastricht. Maar ze was gisteren ook mee lunchen met mijn tante, haar verjaardag. Dus ze bleef het ticket nog even hier. En ze vroeg of ik even mee ging naar opa en oma. Dus dan ga ik even gezellig mee. Zie ik die ook nog. En dan morgen rond de middag ga ik weer terug naar Leeuwarden. Maar voor nu ben ik even lekker aan het chillen op de bank. Ik ben nog best wel een beetje moe van Koningsdag, denk ik. Of zo. Ik heb pijn aan mijn voeten. Dus wel even lekker dat ik mijn vakantie heb. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb net al lekker even met mijn hond gewandeld. Ik zou eigenlijk met mijn nichtje naar Opnomen gaan, maar ik ga toch iets eerder met de bus naar Leeuwarden, want mijn tante brengt mij en zij kon wat eerder heen. Dus anders red ik het niet meer kort tijd. Het zonnetje schijnt, dus dat is super fijn. En ik heb iets in mijn instelling gedaan op mijn camera. Ik heb het idee dat ik wat dichterbij zit, maar goed. Ik heb hem al helemaal klaargemaakt. Mijn koffer staat klaar. Dus ik kan in principe zo weggaan als zij er is. Ik heb nu even de oven aangedaan. Even wat eten. En dan straks weer richting Leeuwarden. Mijn moeder en mijn vader zijn daar nog. Ik ging even mijn moeder de stad in nog. Dus dat is wel heel erg gezellig. En ze had volgens mij een pizza voor me gehaald. Ik vind dat die lekkere verse pizza's bij die mooi heel fijn. Dus die heeft ze even voor mij gekocht. En dan kan ik die vanavond gewoon lekker eten. En dan heb ik mijn vakantie. Dus
Ik wil woensdag denk ik even naar Groningen toe, maar dat is dan in de nieuwe weekvlog. En wat ik maandag en dinsdag ga doen, geen idee. Ik hoop dat het een beetje mooi weer wordt. Ik heb in ieder geval wel nog een stronger pakketje zoals ik gisteren al vertelde, dus dat wil ik even unboxen. Dat is wel leuk. En verder, ik weet het niet. Maar ik ga nu even snel eten, want over een half uurtje is mijn tante hier. Ik ben inmiddels weer aangekomen in Leeuwarden. Ik heb gezegd met mijn ouders geluncht. En mijn vader was naar het Fries Museum, want daar hing... Dan moet ik even kijken hoe dat nou heette. Wat hij zei. Laat me even kijken. De Vaandedrager van Rembrandt. Die gaat door alle provincies heen, zeg maar. Hij is gestart in Leeuwarden. Dat is wel heel erg bijzonder. Echt voor super veel geld verkocht. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar echt heel veel. En toen hebben nog even geluncht samen. Mijn moeder nog even de stad in geweest. Niks gekocht verder. Alleen, dit was op van mij. Mijn cleanser. En ik gebruik dus altijd deze ontharingscreme van Fiet. Is een aanrader. Bij mij werkt het. Ik vind het fijner dan scheren. En ik heb hele gladde benen daarna. Dus ja, die heb ik weer even gekocht. Ga ik vanavond even lekker doen. Ik ga sowieso vanavond even lekker mijn wenkbrauwen doen en mijn benen en helemaal lekker af. Dus ik had van mijn moeder ook nog iets gekregen. Die was bij Rituals geweest. Ik moet mijn bed trouwens nog opmaken, die had ik verschoond. Deze van Rituals, dus dat ga ik ook lekker gebruiken. Dus helemaal een lekker avondje. Wat ik jullie nu wil laten zien is mijn pakketje van Stronger en van Tess Fashion. Dus ik ga jullie even op mijn statief neerzetten en dan zal ik het zo even laten zien. Oké. Ik heb dus twee pakketjes. Eentje van Tess Fashion. Die zal ik als eerste even openmaken. Ik heb trouwens even mijn jaloezie omhoog gedaan. Dan heb ik hier wat meer licht. Ik mocht bij hun... een en ander weer uitkiezen. En zij waren laatst met hun team naar Ibiza om daar de nieuwe collectie te shooten. Super leuk. Weer een lief kaartje erbij. En van de nieuwe collectie heb ik dus dat mogen uitkiezen. Volgens mij lanceren ze het in mei. Ik kan nog even snel kijken wat de datum is, want dat heeft ze naar mij toegestuurd. 3 mei. Dat is woensdag. Ik denk dat ik daarvoor geen foto's kan maken eigenlijk. Nou ja, dat moet ik even tegen ze zeggen. Helemaal afgeleid. Ja. Komt goed. Wat ik dus wilde laten zien is het pakketje. Er zit een heel leuk tasje bij. Panvast tasje. Daar kan ik nooit genoeg van hebben, want daar doe ik heel veel boodschappen mee en dat soort dingen. We hebben het weer heel leuk ingepakt. Een vloeipapiertje. En weer een blad met alle algemene informatie. Nou. Ik heb dus deze gekregen. Heel leuk jumpsuit. Oh, kan je het zien? Een jumpsuitje. In het crème. Of nou ja, wit crème is het. Super schattig. Ik ben dus op plannen met Luna donderdag te gaan shooten. Dus ik moet dat even tegen hem zeggen. En deze is ook super mooi. Ik hoop dat hij niet doorschijnt. Een one shoulder top.
Dus hier ben ik super blij mee. Hele mooie items. Dan heb ik nog een pakketje van Stronger. Maar die moet ik even pakken. Tenminste, ik heb hem al wel. Maar ik heb hem nog niet opengemaakt. Dus ik zal die even openmaken. En dan zal ik verder filmen. Oké, dan heb ik nu het volgende pakketje. Ik had een wat groter tasje verwacht. Het is deze namelijk van Stronger. En ik had 3 setjes besteld. Dus ik dacht dat het in een wat grotere verpakking zou zitten. Je ziet ook niet dat het een Stronger pakketje is. Voorheen dat ik Stronger binnenkreeg. Toen zit iemand naar mij te kijken. Voorheen als ik een Stronger pakketje binnenkreeg, dan had ik echt een verpakking van Stronger. Maar dat heb ik nu niet, dus ik weet niet waarom dat niet is. Maar goed. Het is wel... Kijk, dit zit... Dit zit wel allemaal gewoon ingepakt. Even kijken wat bij wat hoort. Dat weet ik natuurlijk niet heel goed. Ik denk zo. Ja. Nou. Ik zal het eens even openmaken. Ik heb dus 3 setjes uitgekozen. Ik mocht voor een bepaald bedrag uitkiezen. En daar kwam ik precies mee. Maar moest ik zelf 4 euro bij betalen. Op het bedrag. Nou. Ik was een tijdje heel goed bezig met sporten. Dat ging een tijdje ook weer wat minder. Nu heb ik het echt al 2,5 weken niet gedaan. Ik wil het eigenlijk deze week als ik vakantie heb wel weer oppakken gewoon. Dan moet ik wel in mijn eentje gaan. Maar ja, prima. Dat hoort er ook bij. Even kijken. Ik had een small besteld. Van alles. Omdat ik dacht, ja, ik stond laatst eens een keer in de paskamers bij de H&M en had ik een sport BH aan. En dat was een XS. Ik had hem aan, zeg maar. Toen had ik hem uit, maar ik kreeg hem gewoon niet over mijn schouders heen. Dat was echt... Ik kreeg het helemaal benauwd. Maar goed, ik heb dus deze in een S, deze kleur. Ik zal straks even de aanbeelden ook hierna laten zien. Dit is deze en het heeft een beetje een ribbeltje zoals je ziet. En hij sluit wat hoger aan, dus dat vind ik wel fijn. Dan hoef je ook geen sport BH verder onder, want hij zit best wel strak volgens mij. Dus dat is deze. Daar heb ik ook de bijpassende sportlegging bij. Even kijken, die heb ik in een maat ook een S genomen. Ik ben blij dat ik een S heb. Ik wilde eerst een XS, maar het ziet er best klein uit. En volgens mij ja, zijn ze erg rekbaar. Die heeft hier van die lijnen. En hij heeft sowieso ook weer strepen zoals die Sport BH. En volgens mij staat hier ook, net als op de Sport BH, Stronger. Dus dat is deze. Ja, ik ben blij dat ik een S heb gedaan. En ik vind het kleurtje ook heel erg mooi. Nou goed, even kijken. Dan heb ik precies dat model in het zwart ook. Ook een S. Ik kan alleen de prijzen niet zien. Daar hebben ze iets overheen geplakt. Maar misschien als ik het er... Nee, dat kan dus niet. Volgens mij zijn die leggings 40 euro of zo. Oh, ik zit lekker in de zon. Maar goed, deze heb ik ook in een S. Eigenlijk exact dezelfde legging als die crème. En dan heb ik daar wel volgens mij een andere top bij. Wel eentje ook die erbij hoort, maar dan een ander model. Ja, die heb ik ook in een... Oh, die XSS, ja. Nou, dat is zeg maar deze met wat langere mouwen. Want ik vind het niet echt chill om in de sportschool... maar alleen deze te dragen. Misschien dat ik dat wel weer ga doen, maar ik voel me dan altijd een beetje... Ik zal mijn camera even een beetje zo doen trouwens. Ik voel me dan altijd een beetje bloot of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Ik moet het misschien maar weer gewoon doen. Dus daar heb ik deze op. En deze is met een 3/4 mouw. Op de mouw heeft hij van die... Kan je dat zien? Van die strepen. Dit is dan de onderkant. En hier staat ook weer... dat kan je niet zien, ook weer Stronger. Dus ja, dat is deze. Dus met een mouwtje. Wel lekker. Ziet er heel grappig uit zo. Dus dat is nummer 2. Dit is trouwens een vet leuke verpakking. De laatste. Dat is... Het zit altijd wel trouwens heel netjes ingepakt. Oh, hier staat wel... Oh, maar er staat sowieso geen prijs op. Nou, deze heb ik ook in een maatje S genomen.
Dit is met een... Ze vallen sowieso allemaal hoog. En dat vind ik wel heel erg prettig bij stonger. Dat het lekker over je buik heen zit. Ook weer een geribbelde band aan de bovenkant. Maar wel gewoon verder een gladde stof. Alleen hier twee strepen. Ik ben echt blij dat ik een S heb. Want ik denk dat die XS... Ja, het rekt natuurlijk wel uit. Maar hij voelt ook best strak. En daarbij heb ik volgens mij een top. Ook. Nou ja, sport-BH. Oh, die had ik wat korter verwacht. Ook in een maat XS. Want deze, dat model had ook een XS en die was niet per se... Ja, die had een beetje hetzelfde model als wat ik heb. Dat is deze top. Die is wel wat lager uitgesneden. En aan de achterkant heeft hij dan dit en dit. Vond ik vooral wel leuk, een leuk detail, dat stronger. Het stofje voelt heel erg fijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze valt. Ik ga nu even alles aantrekken. En tussendoor hebben jullie waarschijnlijk al de aanbeelden gezien. Want die edit ik lekker tussendoor. Maar ik ben hier super blij mee. Ik hoop dat ik weer even dan wat meer gemotiveerd ben om te shoppen. Of om te shoppen. om te sporten. Want van nieuwe sportsetjes word ik toch altijd wel blij. En voel me wat gemotiveerder. En ja, als het dan gewoon leuk staat, dan heb je ook zoiets van, ik wil het aan en ik wil lekker naar de sportschool. Al moet ik zeggen dat ik het ook draag thuis. Ik ga sowieso zo meteen een sportpakje aantrekken. Ik ga vanavond ook lekker, of had ik net al verteld, dat ik lekker een avondje voor mezelf ga nemen. En ik ga even een filmpje kijken, lekker. Mijn moeder had, voordat ze net wegging, mijn ouders, had nog bij de Jumbo die pizza gehaald, die ik zo lekker vond. En we hebben net geluncht, dus ik zit voorlopig echt nog even vol. Het is 4:15, maar ik denk dat ik echt pas rond 7:30 ga eten. Maar goed, ik ga even lekker die sportpakjes aandoen en dan ben ik heel erg benieuwd. Oké, ik heb het nu aan. Ik denk dat ik trouwens, ik zei eigenlijk dat ik de beelden er tussendoor zou doen, maar ik denk dat ik het gewoon even lekker nu doe. Ik ben blij dat ik deze maat heb genomen, want het zit gewoon, let niet trouwens op mijn bed, maar het zit gewoon prima. De lengte is goed, deze band zit gewoon prima, alleen er zit dus iets... Zeg maar, dat loopt van... Hey, je ziet het niet echt, maar dat loopt van de voorkant naar de achterkant. En dat is denk ik een soort van... Als je zweet. Maar dat zit niet helemaal lekker hier. Dus dat moet ik even gaan uitzoeken. Verder zit het, de top ook prima. Ik vind het een hele mooie kleur. Ik raad dus wel aan om sowieso een maatje groter te nemen dan wat je normaal hebt. Ik dacht vaak XS, maar dat zou ik echt nog niet hebben gepast. Maar met deze eerste ben ik heel erg blij mee. Ik ga nu even de andere aantrekken. En dan is dit dezelfde broek als die ik net aan had in het zwart. Ook deze zit gewoon weer prima. Heel erg fijn. Je voelt echt wel dat het van goede kwaliteit is. En hij zakt sowieso niet af. Ik vind dit shirtje heel erg leuk. Want ik heb eigenlijk normaal sportshirtjes die zijn met lange mouwen. Maar het wordt natuurlijk wel steeds wat mooier weer. Dus is dit een hele goede oplossing. Ik vind het een leuk detail. Ik weet niet of je het kan zien, maar dat... Dit zeg maar overloopt in dit van de legging. Dat het hetzelfde is. Maten zijn ook weer prima. Dus ja, helemaal blij mee. Ik ga nu even de laatste aantrekken. Ik trek dus nu net die nieuwe broek aan. Dat is deze. Maar die kan dus ook heel leuk op deze top. Omdat hier die riffeltjes zitten. En die zitten ook dus, ik weet niet of je het kan zien. Hier op deze broek aan de bovenkant. Dus dit is ook een heel leuk setje. Deze broek zit ook heerlijk. Je hebt hier het Stronger logo. Oh, en er zitten, dat zie je niet echt, hier van die strepen. Ik zal nog even de bijpassende top aandoen die ik hiervoor had besteld. Oké, ik weet niet of dit helemaal mijn ding is. Ik had al wel bij het model gezien dat hij vrij strak zat hier bij je borsten. Maar hij zit wel erg strak. Ik heb een XSS genomen. Maar er zit zeg maar hieronder, ik weet niet of je het kan zien, maar er zit dus nog een soort van sport BH onder. Dus dat maakt het wel extra strak. En je draagt het natuurlijk ook weer niet echt onder een t-shirt, dus ik weet niet. Ik vind de achterkant wel heel erg leuk, zo met dat stronger. Maar ja, ik hoop dat ik deze nu uit ga krijgen. Want wat ik dus net vertelde, dat ik wel eens bij de H&M had. Ik heb een beetje het gevoel dat ik dat bij deze ga krijgen. En het stofje matcht ook niet helemaal lekker met
de broek. Het is net een andere kleur zwart. Het is wel een heel zacht stofje, moet ik zeggen. Maar je zou hem desnoods ook nog als top aan kunnen doen. Alleen dan heb je natuurlijk wat stronger op de achterkant. Dus dit is wel, denk ik, het minst van allemaal. De broek vind ik sowieso heel fijn. Alle broeken die ik heb, vind ik heel fijn. En de twee tops ook. Ja, deze dan iets minder. Ik heb nog een kortingscode, maar die zal ik even hieronder in de beschrijving zetten. Dus ik zou zeggen, neem zeker even een kijkje. Het is echt de moeite waard, en vooral met korting. Dat scheelt gewoon heel erg. Dus ja, ik ben hier erg blij mee. Ik ga even nu mijn spullen opruimen. En wat ga ik dan doen? Ik weet niet wat ik ga doen. Ga ik even lekker tv kijken. Maar ik hoop dat ik dit dus uit ga krijgen, want het zit wel echt heel erg strak. Nou ja, ik ga het aan jullie laten weten. Zo, ik heb even lekker gegeten. Ik kreeg die top trouwens echt best wel lastig uit. Omdat natuurlijk daarin, zeg maar, dan een soort sport bij haar zit. Maar goed, het is me gelukt. Ik lig nu even lekker op de bank. Dit is wel de situatie. Dat moet ik nog even opruimen. Ik heb nog wel wat te doen. Ik moet even afwassen. Dan moet ik mijn bed nog opmaken. Want die had ik dus gewassen. Dan ga ik lekker douchen en een film kijken, dus dat is heel erg fijn. Ik ben alleen een beetje lui, ik lig lekker op de bank en ik heb eigenlijk geen zin om eraf te gaan. Maar goed, ik heb gelukkig niet zoveel afwas, dus dat scheelt. Anders dan zet ik het altijd nog meer uit omdat ik er dan geen zin in heb omdat het heel lang gaat duren. Maar ja, dit is wel prima. Dus ik ga even lekker... Ja, lekker is het niet. Ik ga even afwassen. Oh ja, mijn moeder had trouwens, ook even laten zien, hele leuke bloemetjes voor me gehaald. Kijk. Deze had ze voor me genomen of gehaald en erin gezet. Dus dat vind ik super schattig. Ik denk dat ik de volgende keer witte ga kiezen. Volgens mij zijn die er ook. Dat vind ik ook heel erg leuk. Maar goed, ik ga nu eerst die was achter mij even opruimen. Dan afwassen en dan lekker douchen. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag. En dat is me wel. Eén moment. Zo, daar ben ik weer. Ik zal de muziek even uitzetten. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren niet zoveel gefilmd. Ik heb volgens mij alleen gefilmd dat ik even op het terras zat met wat verschillende naden. Nog een broodje, maar dat heb ik niet gefilmd. Toen ben ik daarna doorgegaan naar een ander terras. Daar nog gezellig de hele avond. Lekker gezeten, gedronken. Was echt super mooi weer. Het was echt heel erg lekker. En er zijn wat pakketjes binnengekomen. Ik had nu dus een pakketje van Stradivarius. Ik had twee broeken besteld, maar dat was hier beneden bij de andere bezorgd. En ik had ook... Even kijken, van Burger heb ik sowieso ook iets binnen. Maar daar maak ik een apart video van. Dus dat komt binnenkort op mijn YouTube kanaal. Houd het in de gaten. Maar... Sowieso heb ik van Tess Fashion een pakketje gekregen. Dat is onder andere, ik kan het even laten zien, deze top die ik nu aan heb. Ik heb er nu geen BH aan, daarna schijnt dus niet door. Dus dat is heel erg fijn. En ik had nog een hele leuke gymsuit, maar ik had dus net, ik weet niet hoe het kan. Ik had blijkbaar bloed aan mijn voet, want mijn hele sok zit ook onder het bloed. Maar ik ging dus in die gymsuit. Dit is die gymsuit. En er zit dus nu ook bloed aan van mijn voet. Dus ik hoop dat ik dat eruit krijg. Nou ja, meestal gaat het er wel uit, maar het is wel een beetje kut. Moet ik het maar even snel gaan wassen. Maar daar was ik dus nu even foto's voor het maken. Voor stories. En ik ga donderdag met Luna shooten. Daar heb ik heel veel zin in. Maar wacht, ik moet jullie eigenlijk even ergens neerzetten. Waar kan ik jullie neerzetten? Ik ga even iets proberen te bouwen. Kijken of dat kan. Ik heb trouwens net lekker gedoucht en mijn haar even gewassen. Oké, even kijken. Zo. Ik heb weer... Nou, dan ben ik wel... Dan had ik misschien al iets te hoog. Zo. Ja. Ik heb van Strating weer een pakketje binnengekregen. Dat was de deur. Ik haal er nog een look onderuit.
Ik heb van Strating een pakketje binnengekregen. En dat zijn weer, tenminste weer, het zijn schoenen sowieso, want het is een schoenenwinkel. Weer een leuk briefje. Ik lig er ook lekker bij trouwens. Dit is de winkel. Strating schoenen. Leuk pakketje. Leuk ingepakt. En ik had laatst natuurlijk al sneakers van hun. Ik zit er wel een beetje apart bij. Ik doe het wel even zo. Ik had laatst sneakers van hun gekregen. Van Tango. Ze verkopen heel veel schoenenmerken. En ik mocht daarnaast nog sandaaltjes, slippertjes uitkiezen. Ik ben voor Lovers gegaan. Deze. Helemaal zwart. En ze zijn ook ingespoten, dus dat is super fijn. Ik heb nog steeds geen inspuitspul. En andere schoenen zijn daardoor een beetje vuil geworden. Maat 36 heb ik. Zijn normaal €120. Dus dat zijn deze. En ik ben benieuwd hoe ik ze... Als ze gaat stylen, ik heb wel een paar ideeën of zo. Oké. Ik heb er wel een paar ideeën bij hoe ik het ga doen. Maar dat ga ik dus donderdag even bekijken. Tenminste, ik ga dat morgen bekijken. Maar donderdag ga ik shooten op tijd met Luna. Om 11 uur hebben we afgesproken. En ik ga morgen, heel gezellig. Nou trouwens, dat ga ik helemaal niet zeggen. Dan moet je maar mijn volgende weekvlog gaan zien. Want morgen begint ik weer met een nieuwe weekvlog. Maar goed, dat was dus dat pakketje van Strating. En het is inmiddels ook al best wel laat. Ik heb een beetje honger. Het is 6 uur. Ik ga zo even mijn oven aanzetten. Ik heb lasagne. Morgen moet ik even boodschapjes halen. Voor nieuw eten. Oké, dat is dat. Dan heb ik dus nu 2 broeken van de Stradivarius. Maar die ga ik even openmaken. En dan zal ik zo even laten zien wat dat zijn. Nou, die broeken van de Stradivarius zijn echt super leuk. Alleen, het is dus heel raar. Want ik had zeg maar 2 kleuren besteld. Een zwarte en een crème. En die zwarte past perfect. Die lengte is gewoon mooi vat op over mijn schoen heen, zeg maar. Bij mijn taille sluit die mooi aan. Ik had een 36 noemend koorden. Dat ze best wel groot vielen. En die... Andere, die crème broek, die zit heel strak bij mijn buik. En die is best wel een beetje hoog water. Terwijl het is dezelfde broek, dus daar is iets niet helemaal goed gegaan, denk ik. Maar goed, dan moet ik die of gewoon terugsturen en zo laten. Of terugsturen en een nieuwe bestelling in de hoop dat die wel gewoon normaal valt. Maar goed, dat weet ik niet. Ik heb nu mijn eten in de oven staan. Dus daar ben ik even op aan het wachten. En ik moet straks nog even wat... stories maken. Of in ieder geval, ik had vanmiddag dus net de foto's gemaakt voor de stories van Tess V. En die hebben een nieuwe collectie. Dan moet ik dat straks nog even in mijn stories allemaal bewerken. En leuk tekstje bij schrijven. En dan ga ik eten en lekker tv kijken. Ik wil dus van, volgens mij van Anoushi en staat die documentaire online. Alleen ik heb geen Prime. Maar ik denk dat ik even een abonnement neem. Zo'n proefabonnement. En dan kan ik dat even kijken. Maar ik weet niet of hij nou al online staat. Ik zal even kijken. Nou, ik weet niet waar ik dat kan vinden ook. Oh, ja. Oh. Hij is online 29 april al. Oké, nou. Ga ik even proef op een momentje nemen en dan weer afsluiten of annuleren. Kan ik dat even kijken vanavond. Verder ga ik niet al te laat naar bed. Want ik wil er morgen een beetje op tijd uit. Ik wil even een video opnemen dus voor Burga. En de week gaat best wel weer snel. Het is morgen alweer woensdag. Maar goed, ik ga wel bij deze denk ik de weekvlog afsluiten. Ik ga zo natuurlijk alleen eten en verder niet zo heel veel bijzonders doen. Volgens mij is het op zich wel weer een leuke weekvlog geworden. Ik doe heel erg mijn best. Maar ja, ik moet ook niet zo perfectionistisch zijn. Vond jij het in ieder geval weer een leuke weekvlog? Doe dan je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hieronder op mijn kanaal. En ik zou het ook leuk vinden als je me volgt op Instagram en TikTok. En dan zie ik je graag volgende week weer. Doei!